Goedenavond. Nog 2 dagen en dan legt Jan-Peter Balkenende in de Tweede Kamer verantwoording af voor zijn beleid. Waar doet het kabinet het goed? Welke resultaten blijven achter? Namen hij en Wouter Bos op tijd de juiste maatregelen tegen de economische recessie? Verantwoordingsdag noemen ze dat hier in Den Haag, ofwel gehaktdag. Over 2 dagen in de Kamer, vanavond al bij ons de minister-president in een special van KRO's reporter vanuit het Catshuis. Meneer Balkenende, goedenavond. Dag, goedenavond. Hoewel het heel raar is om uzelf welkom te heten in uw eigen ambtswoning. Bent u hier vaak eigenlijk? Betrekkelijk vaak. In ieder geval elke donderdag op vrijdag. En afhankelijk van debatten in de Kamer of internationale verplichtingen ben ik ook wel andere momenten van de week hier. Ja, het was een buitengewoon turbulent parlementair jaar, mag je wel zeggen. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat u het afgelopen jaar heel veel kritiek ook te verduren heeft gekregen. Altijd onder vuur ligt in uw functie. En daardoor soms ook nog in het defensief moet kiezen om uit te leggen waar u mee bezig bent. Zullen we vanavond eens proberen om gewoon een open en eerlijk gesprek te voeren met elkaar? Lijkt me goed. Oké. Okay. Goed. Het kabinet heeft een resultatenlijstje gemaakt. Want iedereen wil natuurlijk weten hoe staat het nou met de prestaties die het kabinet levert. Daarover gaat ook verantwoordingsdag en het verantwoordingsdebat donderdag in de Tweede Kamer. En wat u zelf betreft en wat het kabinet betreft gaat het hartstikke goed. Dames en heren, kijk maar. 82% van de doelen die het kabinet zichzelf heeft gesteld ligt op koers. Bij de overige 18% is dit niet het geval of is het resultaat slecht meetbaar. Waar bent u het meest trots op eigenlijk? Nou, wat ik heel belangrijk vind, dat is dat we veel oog hebben om administratieve lasten, regels terug te dringen. We hebben ook afgelopen tijd gezegd tegen elkaar van willen we Nederland ondernemend krijgen, dan moet je minder regels hebben. En hoeveel regels zijn er verdwenen dan? Er zijn er heel veel al verdwenen. Vorige kabinetsperiode 25% zijn minder. Ja. En we letten nu vooral op, merken ondernemers het ook? En merken burgers het? Nou, laat ik eens een voorbeeld noemen. Het feit dat we zeggen van de eerste dagmelding, als je werknemer ziek is, moet je direct melden. Nou, daar gaan we dus mee stoppen. Dat gaan we anders doen. Is een grote irritatie in het bedrijfsleven. Ja. Nou, die gaat weg. Dat levert gewoon bedrijven ook geld op. Laten we eens een paar van die doelstellingen en resultaten erbij halen. Er zijn 110.000 fietsen minder gestolen. De wachtlijsten in de jeugdzorg zullen eind dit jaar verkort zijn tot maximaal 9 weken. Nederland heeft bijgedragen aan het dichterbij brengen van een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. En de invoering van de kilometerheffing ligt op koers. Vrede in het Midden-Oosten? Dat is lastig. Ja. Want het is mij nog niet opgevallen eigenlijk dat daar vrede is. Nou, het is ook dus een weerbarstig onderwerp. Maar de vraag is, heeft Nederland bijgedragen aan het toewerken naar oplossingen? Ja, maar we zitten net een half jaar na een enorme oorlog. Gaza is helemaal plat gebombardeerd. Israël is enorm onder vuur komen te liggen daarbij. Israël is bestookt door raketten. Ja. Maar je moet ook een onderscheid maken tussen, kun je een concreet resultaat boeken of heb je het nodige zelf willen bijdragen aan die problematiek. Nou, als ik zie hoe onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, bezig is om contacten daar te hebben. Ja. Hetzelfde geldt evenzeer voor ontwikkelingsactiviteiten, denk aan minister Koenders. Dus wij praten de blaren van onze tong en daarom staat daar zo'n groen vinkje. We hebben in dit geval, je kunt niet zeggen, er is nu vrede in het Midden-Oosten. Nee. Dat kan ook niet. Nee. Maar je kunt wel zeggen van, heeft Nederland activiteiten ondernomen die van ons verwacht mogen worden. En dat is gebeurd. Dan de kilometerheffing. Daar staat ook zo'n groen vinkje. Ja. Maar hij is opgeschoven, doorgeschoven. Ja. Zal ik eens uitleggen? Ja, graag. Het is zo dat wij hebben gezegd, in deze kabinetsperiode willen we onomkeerbare stappen richting de kilometerheffing. En waarom is dat van belang? Gewoon omdat we de weg goed moeten gebruiken met elkaar. En anders hebben we te veel files. Dus dat gaan we anders doen. Maar de kilometerheffing zou worden ingevoerd toch, deze kabinetsperiode. En dat gebeurt niet. Hij is doorgeschoven. Nee, dat is niet. Uw vraag is niet juist. Het is zo, het doel was om te beginnen met vrachtauto's. En toen is gezegd, eind 2011 zouden we daarmee willen beginnen. Als eerste stap. Ja. Dat blijkt technisch erg lastig te zijn. Ja, dus doorschuiven. Maar, en dan doorschuiven, je gaat beginnen met het systeem als het verantwoord is. Ja. Maar dat betekent wel dat dit kabinet heeft gezegd, wij kiezen voor de kilometerheffing. Ja. We zijn met wetgeving bezig, met verandering van regelgeving. Dus het hele systeem zal ook worden ingevoerd. Alleen de feitelijke invoering is een kwestie van de techniek, van de kwaliteit ervan. Nou, kunt u zich voorstellen dat mensen denken, het wordt doorgeschoven, er staat toch zo'n groen dingetje raar? Nee, omdat het wezen van deze systematiek is nu juist dat we aangeven van, wat hebben we ons voorgenomen? Wat is de stand van zaken nu? Ja. Liggen we op koers of niet? Ja. Nou, en met de kilometerheffing is het zo dat we druk bezig zijn om de zaken nu voor te bereiden. Ja. We hebben nooit gezegd dat in deze periode het systeem zou worden ingevoerd. Dat is nooit het doel geweest. Maar wel,
neem je die stappen die nodig zijn. Goed, u zegt dus 82% staat in het groen, 18% staat nog in het rood of is nog onmeetbaar. Hè? Daar komt het op neer. Weet je wat het probleem is? Het is niet te meten. Althans, dat is de kritiek van de Algemene Rekenkamer. De president Saskia Stuyveling die zei daar het volgende over. Nee, dat kunnen wij niet controleren. Kan de Tweede Kamer dat controleren? Nee, dat kan de Tweede Kamer ook niet controleren. Waarom niet? Dat is een document van het kabinet zelf. Overigens een document waarvoor we begrip hebben dat ze dat opstellen. Waarin ze proberen om meetbaar aan te geven hoe ver ze zijn met het uitvoeren van het kabinetsprogramma. Maar het valt niet te meten. Nou, zij zeggen dat het te meten valt. Het valt niet te controleren voor anderen, want ze stellen het zelf op. Dus we moeten dan de minister-president op zijn blauwe ogen geloven dat die 82% juist is? Inderdaad. Ja, nou wil het voordeel dat u blauwe ogen hebt, ja, dat ook klopt. Daadwerkelijk. Maar ja, om nou als parlement op uw blauwe ogen te gaan vertrouwen, dat is natuurlijk misschien wat veel gevraagd in een democratie. Dus lof van de Rekenkamer voor de poging om een resultatenlijstje te maken. Maar het is dus voor het parlement niet te controleren of het juist is. Ja. Ik deel die kritiek van mevrouw Stuyveling niet. Bij sommige doelen is gewoon sprake van een hard getal. Hè, wat u ook noemde, het terugbrengen van fietsendiefstal. Dat kun je gewoon gaan meten. Ja. Wanneer we het hebben over amnestie verlastendruk, eind van de periode, min 25%, kun je meten. Ja. Sommige doelen kun je niet zomaar meten. Het voorbeeld wat u zo even noemde van het Midden-Oosten. Ja. Wat wij nu doen is, aan het begin van de rit hebben we een beleidsprogramma vastgesteld. Ja. In dat beleidsprogramma wordt eigenlijk per doel, we hebben 74 doelen aangegeven wat willen we bereiken. Ja. Nou, en elk jaar geven we verantwoording over wat gedaan gaat worden. Dus ik ben daar minder somber dan mevrouw Stuyveling. Dus is het onzin wat ze zegt? Nee, niet. Het is alleen haar waarneming. Kijk. Nou ja, zij zegt, luister eens, op het gebied van controle, als je dus de begrotingen, de jaarboeken van alle ministeries controleert, dan kan de Tweede Kamer dus niet controleren of uw lijstje juist is. Ja, maar dat betwist ik toch. Waarom zijn we nu gekomen met die rode vakjes en de groene vakjes? Ja. Dat is om aan te geven van, wat heb je voorgenomen, lig je op schema. Ja. Dat kan gewoon worden verklaard. En de Kamer kan ons er vragen over stellen. Maar het is te controleren of het is niet te controleren. Ja, maar zij zegt, het is niet te controleren. Ja, als nu de brief neemt die ik heb gestuurd naar de Kamer, dan geef je eigenlijk per doel aan hoe we er eigenlijk voor staan. Goed, dan heeft de Rekenkamer nog meer kritiek. Namelijk op de informatie, de beleidsinformatie, zoals dat officieel heet, die vanuit het kabinet naar de Tweede Kamer gaat. Het is namelijk zo dat er vaker informatie naar de Kamer gaat, maar ook steeds vaker wordt gezegd door bewindslieden, wij kunnen, dames en heren, geen antwoord geven op deze vraag. Dat komt doordat een aantal jaren geleden aan ministers is toegestaan om uit te leggen waarom ze geen beleidsinformatie zouden kunnen geven. En daar hebben ze dankbaar gebruik van gemaakt. Dus in 3 jaar tijd is dat van 1% naar ruim 30% van de beleidsdoelen gestegen, waarover ze dus uitleggen waarom ze geen informatie kunnen geven. Wat het werken van de Tweede Kamer dus moeilijker maakt. Ja. Schrikt u daarvan eigenlijk? Ja, wij schrikken wel van de hoeveelheid keren dat dus bij elkaar gebruikt wordt. Ja, zij schrikt van de hoeveelheid keren dat de Tweede Kamer in feite min of meer platgezegd het bos wordt ingestuurd. Ja. Hoe gaat u dat verbeteren? Nou, ik schrik daar niet van, omdat soms kan ook een reden zijn dat niet een regering informatie moet geven, maar bijvoorbeeld een ander bestuurlijk niveau. Ja. We hebben de afgelopen jaren gezegd, we willen dat meer taken worden gedaan door gemeenten en provincies. Ja. Dat betekent ook dat bepaalde informatiestromen eigenlijk niet van ons behoren te komen, maar juist van de mede-overheden. Ja, maar daarmee is het helemaal lastig te controleren. Nee, omdat het is niet zo dat de Rijksoverheid nu verantwoordelijk is voor alles. En dat zou je niet moeten willen ook. Tenzij het kabinet daardoor uw beleid minder goed kan controleren. Ja, maar nu komt het punt. Wij mogen worden gehouden datgene wat wij hebben toegezegd, wat we hebben beloofd. Ja. Maar het is natuurlijk niet onze taak om nu de functie over te gaan nemen van gemeenten en provincies. Die zijn mans genoeg. Goed.